allerspannendste dagen van mijn leven, kan niet anders zeggen. We zijn op weg naar de keuring voor Verona en we zijn vanuit Maassluis naar Emmeloord toe. Hier zijn file, dus dan maakt die wagen waar we in zitten niet zoveel herrie, want dit is zo'n tweepaards veewagen. Dus dat is net geen vrachtwagen, je mag wel geen rijden met je rijbewijs B, maar het is wel een heel ding, zeg maar. Heel erg nerveus, dus maar even afwachten. Gisteren Esther nog gesproken en die heeft hetzelfde. Alleen die moet afscheid nemen en ik mag haar hopelijk meenemen. Dus dat is natuurlijk wel een enorm verschil. Maar ja, Alfie rijdt. Daar is die. Dat scheelt wel, want ik denk dat hij wat cooler is onder dit geheel dan ik. Dus straks mogen we de keuring filmen en dan zien jullie weer. We rijden nu Emmeloord binnen en als het goed is, dan is hier ook de dierenkliniek. Ja, dat is het bordje. Hier rechts. Dus hier rechts. Dat ziet er wel heel luxe uit. Mooi hoor. Tegen het bordje kijken we ook op wat moeten. Paardenkliniek is rechtsaf. En ook naar de Hoefsmid. Rechts staat hier. Welkom. Oprijden tot aan de stopstreep. Het hek opent automatisch. Dan mag je naar het parkeerterrein. Dus nou, daar gaan we. Ja, gaat ie. Nou, gelukkig gaan we al twee hekjes open, anders passen we er niet door. Ons ontsnappen de paarden. Maar we weten wel waar we heen gaan, geloof ik, hè? Allemaal paddocks. En daar zijn dan auto's en busjes en wagens. Dus als het goed is, is daar ook Verona. We gaan meemaken. Ik weet niet wat voor auto's hij heeft, dus die is lastig. Nou ja, lastig. Ik denk dat je er omheen moet rijden en dan naast de laatste gaan staan of zo. Zullen we gaan de pijlen volgen anders? Ja, laten we dat maar doen. We gaan de pijlen volgen. Ta-da-da-da. Waar zou ze zijn? Ik zie haar niet. Nou ja, we gaan haar zoeken. Zo, daar is Vroon. Ze gaan naar de keuring. Samen met Esther. Oeh, we hebben tegenliggend paard. Dus, dan is de conclusie voor mij geen veterinaire bezwaren. Ja. Nou, perfect. Ja. Nou, het was een heel emotioneel afscheid. Ik vond het heel moeilijk. Want het is toch haar paard. Dan begin ik weer, dan moet ik ophouden. Maar ze staat achterin, ze is goedgekeurd. Ze gaat zelfs voor de prokeuring. Dus super blij mee. En nu terug naar mijn sluis. En dan kunnen we eruit gaan laden. En dan is ze van ons. Yay! Ik moet er even aan de binnen. We zijn er, we zijn bij de manege. Dus we kunnen naar de box. Ze heeft box 30 in de grote stal. Die moet ik nog even opzoeken. Dus dat doe ik zo meteen eerst. Het was net noodweer. Gelukkig is nu weer wat hoger. Dommeltje. En dan kan ze naar de stal toe. Dank. Hoi meisje. Nou staat ze in de box. Ze krijgt eten. Het is allemaal geregeld hier. Dus dat is super gaaf. En ik ga ook maar eens naar huis. Dag vrouw. Verona staat. Alles is nu in orde. Morgen kunnen we verder gaan met kastjes inruimen en andere grappen die allemaal ook bij een paardje komen kijken. Heel erg blij mee. Ik vond het heel vermoeiend ook wel, omdat het toch wel heel emotioneel is. Maar ik ben zo blij. Yay. Dus bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Doei!